Hi, ik ben Christine. Vandaag praten we verder over gevoel. Deze ken je al. Blij, boos, bang, verdrietig. Maar weet je, soms weet ik helemaal niet wat ik voel. Misschien voelt het wel stomweg. Niet prettig. Of ik heb een ander gevoel. Nou, daar gaan we vandaag naar kijken. Maar eerst het verhaal van Jonne. Jonne zit nu al wekenlang thuis. Vandaag is het zaterdag. Weekend dus. De wekker ging om 8 uur. Net als altijd. Ze is opgestaan, heeft een douche genomen, haar kleren aangedaan en een ontbijtje gemaakt. Toen belde haar begeleider Pepijn. Ze hebben even gekletst. Dat was fijn. Straks belt hij weer. En nu zit ze aan haar tafel, net als elke zaterdag. Voor haar ligt een grote puzzel met wel 2500 stukjes. Ze pakt een stukje op en legt het weer weg. En ze pakt weer een stukje op en legt het weer weg. Ze kijkt om zich heen en zucht. Ik heb helemaal geen zin om te puzzelen. Ze pakt een tijdschrift, bladert er een beetje in en legt het weer weg. Ken ik al. Zal ik tv kijken? Ze pakt de sapper. Ze zet de tv aan. Ah nee hè, weer datzelfde nieuws over dat enge virus. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ze sapt gauw de tv weer uit. Maar wat? Wat zal ik dan gaan doen? Misschien een tekening maken? Of WhatsAppen op mijn telefoon? Nou, nee, toch maar een tekening maken. Ze pakt haar schetsboek in haar potloden. Ze krast op het papier. En ze stopt weer. Boh. Wat duurt die ochtend lang. Jonne verveelt zich. Vervelen. Wat is dat eigenlijk voor een gevoel? Niet blij, boos, bang of verdrietig. Maar wat is het dan wel? Als je je verveelt, dan heb je gewoon even helemaal geen zin in iets. Of je hebt gewoon geen idee wat je moet doen. Vervelen is eigenlijk vooral heel erg saai. En je kunt er ook behoorlijk chagrijnig van worden. Wat doe jij als je je verveelt? Heb jij een tip voor jezelf? Verveling, daar kun je behoorlijk moe van worden. Hé, moe. Moe is ook een ander gevoel. Laten we daar nog even verder naar kijken. Waar word jij moe van? Je kunt moe zijn omdat je niet helemaal fit bent. Misschien ben je een beetje verkouden of voel je je net niet helemaal lekker. Als je niet fit bent, kun je er soms maar beter even aan toegeven. Lekker op de bank liggen, met je beentjes omhoog of een koptelefoon op.
met een heerlijk muziekje. Je kunt ook even lekker gaan douchen, maar ja, dat zijn allemaal van die tips. Wat doe jij als je je niet fit voelt? Je kunt je ook moe voelen omdat je je niet prettig voelt. Misschien voel je wel van alles tegelijk. Boos of een beetje bang of misschien verdrietig. Dat kan je ook door elkaar voelen. Het is een rare tijd. En in deze tijd gaat het gewoon allemaal wat anders. Het gaat wel weer voorbij, maar het gaat wel anders. Je ziet je familie niet, je ziet je vrienden niet. Tja, dan kun je misschien soms best ook wel een beetje eenzaam voelen. En eenzaam, dat lijkt op verdrietig. Wat kon je ook alweer doen met verdrietig? Weet jij nog welke tips Mirjam had? En welke tip jij voor jezelf hebt? En weet je wat ik het liefst doe? Ik bel gewoon iemand op. Dat helpt. Bijvoorbeeld een goede vriendin of mijn dochter. Want ik kan haar nu niet zien en dat vind ik best jammer. Dus bel ik haar vaak op. Let op. Kijk of ze opneemt. Ja, daar is ze. Hey. Nou, ik ga even met haar kletsen. En fijn dat je keek. Hè? Tot de volgende video. Doeg!